Ik ben Steve Fritsen, ik ben de neef van Roel Nijhorst. Ik fotografeer ook samen met Roel, dat is de reden waarom we nu in Suriname zijn. Ik ben heel erg blij met deze Dave, want ik kan erg veel van hem leren. Hij is erg goed in people skill en alle andere dingen betrekt hij bij, dus dat is wel heel erg aardig. En wat ook heel bijzonder is, dus meestal zijn fotografen heel erg op zichzelf, ze willen niks delen met anderen. En dat is Roel absoluut niet, hij deelt zijn kennis. Je mag zelf een foto van hem namaken, maar, en dat vind ik heel bijzonder van hem. Met Raoul, ten eerste lachen, familie, maar ook heel leerzaam. Nou, het samenwerken met hem en vooral de leermomenten, de dingen die hij uitlegt. Hij laat me alles zien, waardoor ik ook daarvan leer. Raoul, je gaat hartstikke goed. Ik hoop echt dat je alles bereikt wat je wilt bereiken. Ik weet dat je dat gaat bereiken. En heel veel succes. Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. Welkom kijkers, welkom Raoul Nijhorst. Dankjewel. En Raoul, ga je eerlijk zeggen, we zijn al lang bezig. Mm-hmm. En tot vorige maand, Lashan, Gail, die weer van Eurel, je moet hem op je bank zetten, want hij is een van de goede fotografen. Maar mijn probleem was eigenlijk... Ja. En dat probleem is pas opgelost. Weet je wanneer? Ja. Toen ik je paspoort heb gezien. Je Surinaamse paspoort. Dus ik dacht eerst, hij is een Nederlander, man. No. Ik zag dat Surinaamse paspoort. En mijn Surinaamse paspoort, ja. Ben ik weg. Dus okay, toen heb ik gezegd van nee, bellen jullie nog. Oké, okay, dus dan. Dus hebben we dus zo is contact begonnen. We gaan beginnen, we gaan het netjes doen. Mm-hmm. Waar ben jij geboren? De locatie precies weet ik niet. Ik geloof in het ziekenhuis, maar gewoon Paramaribo. Ik heb eerst gewoond aan de Mandeliefjestraat. Daarna zijn we geloof ik verhuisd naar de Tibitistraat, nog steeds Zorg en Hoop. En later heb ik het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht aan de Emilaan, uitvlucht Ballona. Daar ben ik opgegroeid. Oh, oké, wie zijn je ouders? Mijn ouders, mijn vader is Henry Nijhorst. Mm-hmm. En mijn moeder is, mevrouw Nijhorst, Schultz. En mijn moeder gaf les, Spaans. Ze is nu gepensioneerd. En mijn vader die zat in ambtelijke functies. Mm-hmm. En waar ben je opgegroeid? Dus het meest uitvlucht, daar heb ik echt contact. Ja, vanaf mijn achtste zo heb ik op uitvlucht. En daar, heb ik ook, daar ben ik ook groot geworden. Kijk, ik ben wel in Zorg en Hoop als hele kleine jongen. Maar op uitvlucht, in die buurt ging heel vaak naar SCVU, Palevi Sporthal. Daar ging ik vaak en dus dat. En hoe groot was die familie?
We komen uit een gezin van vier jongens, mm-hmm. oudere broers. En ik ben echt een nakomertje, want mijn jongste broer na mij die is 10 jaar ouder. Oh. Dus ik heb alleen maar, alleen maar grote broers. Dus ik heb ze ook niet echt gekend. Dus in de zin van, ja tuurlijk, want ze waren wel thuis. Maar ja goed, toen ik 10 was, waren zij al boven de 20. En ze zijn ook in Holland gegaan om te gaan studeren. Dus, maar goed, later kwam het contact en nu is het gewoon goed. En in die buurten, hoe was het in die buurten? Mooi, dus ik zat eigenlijk op de grens van Bologna. Dus ik heb het een en ander gezien en meegemaakt. Maar nee, het Bologna. Was Bologna. Bologna. ja, Bologna. Bologna. Ja. Ja, dus dat. Maar ja, goed, als je van die buurt bent, dan laten ze je vaak met rust. Dus ik heb niet echt dingen. Maar weet je, je ziet wel eens wat gebeuren. Mm-hmm. Of je hoort mensen worden neergeschoten en zo. Nou, ja. Maar verder, ik heb geen last gehad. Mm. Geen hinder. En die scholen, hoe waren die tijden van de scholen? Dus ik heb eerst gezeten op. Ik heb de Polanenschool heb ik als lagere school gedaan. En daarna heb ik een jaartje op de Paulusschool gezeten, Mulo. Daarna ben ik naar Christian gegaan, omdat ik woonde aan op Bologna. En Paulusschool is in de stad, dus dat was te ver. Dus toen ben ik naar de Christus Koningsschool gegaan. En daarna heb ik op de Amst gezeten. Even kijken, nou, wat is nog meer te vertellen? Nou ja, goed, ik zat dus op de school. Heb je ook met Ryan Lewis gezeten? Hij zat ook op de Amst. Misschien dezelfde periode, niet in de klas, dezelfde klas. Nee, dat was hij zeker nog een kleine jongen. Ik ben nu 32. 32? Ja, hoe oud is hij? Ja, Ryan is die leeftijd. Maar misschien een andere maar klas. Maar weet je dat ik onbeliefd ben geweest? Nou, vertel. Ik wil even tot die mensen praten. Mensen, sorry hoor, sorry. Ja. Happy New Year. Happy New Year. Ja. En heel veel geluk. Met jullie en met ons, toch? En laten we onze dingen gezamenlijk doen. Laten we alles laten. Doe niet dat ik niet zou doen. En dan heb ik het over stelen, liegen. Liegen mag af en toe. Maar roven, helemaal niet. Dus laten we het anders doen. Ja. Je mag ook even die mensen van je een gelukkig nieuwjaar. Nou, mensen, de beste wensen. Hou jezelf goed. Doe geen gekke dingen en maak er een mooi jaar van en probeer altijd een stapje weer vooruit te zetten. Dus niet te veel naar achteren kijken, maar ga gewoon vooruit en maak er het beste van. Oké. Okay. Hoe staat het met die scholen? Ja, het over die scholen, Amst. Ja, ik heb op Amst gezeten en dan heb ik hier nog een jaartje op, hoe noem je dat? Op ADEC gezeten en EOL deed ik tegelijk, want eindelijk wilde ik naar Holland gaan om te studeren. Maar helaas was mijn visum was afgewezen, dus toen moest ik een jaartje hier wachten. En toen dacht ik van, in plaats van niks doen, toen ben ik hier elektrotechniek gaan doen, want ik wilde natuurkunde gaan studeren. En de studie elektrotechniek sloot mooi aan op wat ik wilde gaan doen. Dus vandaar. Dus heb je elektro gekozen? Ik heb elektro gekozen, een jaartje. Dus met andere woorden, dus je kan die lampen hier? ik kan er wel wat van, dat is geen probleem. Ja. Oh. Ja. Maar waarom heb je eigenlijk voor een ander vak gekozen dan elektro? Nou kijk, dus eigenlijk mijn studie die ik wilde doen in Nederland was natuurkunde. Weet je, maar die visum was afgewezen, dus ik moest wat doen. Dus kijk, het mooie met natuurkunde, het gaat over alles eigenlijk van wat weet je, natuurkunde, daar heb je bijvoorbeeld een stukje elektrotechniek, mm-hmm. misschien een stukje werktuigbouw, je hebt eigenlijk verschillende dingen. En elektrotechniek, ja, in Suriname was dat eigenlijk gewoon de beste optie. En ik ben blij dat ik het heb gedaan, weet je, want er waren ook overlappende vakken weer toen ik dus in Nederland ging studeren. Heb je ook gesport? Ja, ik heb... Ja, ik heb jaren... ik heb badminton gespeeld. Dus in de Palevi Sporthal bij SFU. En ik heb ook op hoog niveau gespeeld. In de zin van landelijk heb ik meegedaan. En ik was in de tijd van, misschien kennen jullie Mitchell Wongse de Kromme, die nu een beetje, die eigenlijk kampioen is. Samen met Virgil Surerejo. Die tijd heb ik eigenlijk meegemaakt. Mitchell was dus eigenlijk van mijn periode. Dus samen zijn we, dus in dezelfde periode zijn we begonnen. En ik ben dus toen op mijn 17 of 18e ben ik toen gestopt met badminton. En toen kwam dit. Ja. We zijn gaan googlen en we hebben gezien. Ja, weet dikkie, hè? Ja, en volgens mij had je ook meegedaan aan een Olympiade, aan natuurkunde. Ja, toch? Klopt ja, het? Ja, klopt. Hoe heb je het behaald? Ik zat op de Paulusschool en ik had altijd wel een beetje van techniek.
En op de Paulusschool toen kreeg ik, had ik een repetitie. En toen had ik, niet om te bluffen hoor, maar ik had in ieder geval een heel goed cijfer. En toen dacht ik van, fuck, die is mooi man. En ik vond die proeven vond ik mooi. En toen ben ik van het vak gehouden. En dat is eigenlijk de hele vanaf toen. Dus ik ging boeken lezen, et cetera. En toen ik dus op de AMS kwam, toen bleek dus dat de Olympiade er was. En toen dacht ik, hier moet ik aan meedoen. En toen heb ik inderdaad, toen heb ik de selectie gehaald. Helaas niet de eindselectie, want eerst worden de beste 20 gekozen, dus daar zat ik tussen. Maar alleen, diezelfde periode had ik een vriendin. En ja, je weet het, weet je hoe met meisjes gaan, dus midden bij broeia. Dus ik moest eigenlijk elke zondag moest ik dus, nou ja, verder bij gaan volgen. Maar ja, toen ging het even mis en toen heb ik het dus niet meer gehaald. Okay. Dus niet bij de top 5 ben ik geëindigd. Begin me te vertellen, want Yusuf Gonatoni. Shit. Waar? Ja? Is dat begonnen van je vriendin? Rem. Oké. Okay. Na de brief. Ik ga dringen en go palm. Ik ga heren Tony, ik ga klaar. Daar. Oh, wat gaat dat? Ik ben zo'n probleem. Papa keur, wat ik pijn in Montreal, Tony. Geen papieren, dat is koud hoor. Hoe verzeker het bewijs? Ja, dan heb ik niet de man die zij moet doen. Even tappen met keur mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat nummer 11 tot en met 13. Telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage Evert. Evert, ano wandering. Bapa bol, hinya. True keuring. Verder nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje wijn? Nee, je weet toch dat kinderen sopje mogen drinken? Ja, mietje, je mag drinken, want die zien alle tieneren kan drinken en alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer. Gear Equipment. Speciaal zaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaul kits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Gear Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Gear Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859. 551-8860.
Luckily, there are real men who use real protection. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom, located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Hi. Vriendin. Hi. Weet je wat dat ding is, no. Raoul? We bouwen het netjes op, hè? Mm-hmm. Van kind af. Ja. Yeah. Naar vrouw. Ja. Yeah. Maar omdat je over die vrouw hebt gesproken, gaan we direct even een stukje naar je werk. Oké, Abu. Abu. Waar is het begonnen? Op badminton. Dus ze speelde ook daar. En nou ja, van het een komt het ander. Dan sla je shuttle en dan sla je op een gegeven moment ook andere dingen. Mm-hmm. Dus ja, daar is het eigenlijk gegaan. En goed, ja, ik zag haar natuurlijk niet zo vaak. En, want je gaat naar school, weet je, sport en zo. En dan, nou ja, op zondag was ze dan vrij. Weet je, want op zondag waren die trainingen van de Turkenopjade. Mm-hmm. En nou ja, dus het ging toen niet zo goed. Daar lopen we door, naar. Kan je Surinaams praten? Ah, ja, maar. De luister wat dat ding is. Voordat mensen denken, ja, ik ben van Holland, in de Saptakstra naar Tongo. Eigenlijk vanaf mijn jeugd al, weet je, omdat mijn beide ouders, mijn moeder zat in het onderwijs en mijn vader had goede functies. Dus eigenlijk werd er thuis nooit Surinaams gesproken. Dus ik heb nooit die fluency gehad. Ik versta alles, maar ja. Oh, maar in een matake bradkanti? Nee. Oké, okay. Nee. Raoul. Je bent een van de beste fotografen hier in Suriname. Ja. Hey, een heleboel mensen kennen jou. Ik kan gewoon zeggen dat nee hoor. De mij begin Bartak van hey. Dat is een van de goede fotografen hier in Suriname en in Nederland. Me volg je via Facebook. Mm-hmm. Waar is die liefde begonnen? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk, het gekke is als je me Kotak, toen ik nog in Suriname woonde, had gevraagd: hey, Raoul, ga je fotograaf worden? Zei ik: normaal, Ilauno. Ik had helemaal niks met fotografie. Maar ik ging dus naar Nederland en ik ging daar studeren en op een gegeven moment ging ik op mezelf wonen. Ik kwam in een lege kamer terecht en ik hield altijd van gadgets, weet je, dus horloges, in ieder geval mooie electronics. En zo kwam dus ook de eerste digitale camera en toen ging ik ermee spelen en ik had wat vriendinnetje, niet vragen. En, toen zei een van die meiden van, hey, weet je, maar ik maakte foto's van ze. Ze zei van, hey, je moet er meer mee gaan doen. Dan dacht ik, oh. En toen ben ik dus in de bibliotheek gegaan, ik ben boeken gaan lezen, ik ben op internet gaan googlen. En omdat ik dus net in die studentenkamer ging wonen, had ik een lege kamer. Dus ik had de mogelijkheid om iets met studio te doen. En zo is het begonnen. En toen begon ik vond het heel erg leuk. En zo is het. Dus het is eigenlijk een toevalligheid. De samenloop van omstandigheden heeft gemaakt dus dat ik van fotografie ben gehouden. Raoul, op proost eten. Ai, zeker. Want we zitten hier bij Kia. Ja. Ai. En het is lekker koel hier. Ah. Ai man, lekker. Ik wil weer een jacket, want hier is lekker koud. Ai. Maar, kan je nog heugen wie je eerste model was? Nou ja, model. Kijk, ik krijg eigenlijk gewoon voornamelijk gewone mensen. Ik heb die vraag niet goed gesteld. Oh, oké. Okay. Okay. Want met greedy, ik wil ergens gaan. Maar, waarmee ben je eigenlijk begonnen? En wat bedoel je daarmee? Met dus, fotografen. Oké, ik bijvoorbeeld heb een fototoestel. Mm-hmm. Ik hou van de natuur. Ja, no? Toch? Oh. Om foto's van het gras, bomen en dat soort dingen. Ja. Toch? En misschien als ik doorga, kan ik niet door wat model. Ja, precies. Toch? Waar is het begonnen bij jou? Nou, eigenlijk gelijk bij mensen, want ik heb altijd gehouden van sociale contacten. Weet je, ook als je kijkt naar de jobs die ik tussendoor heb gehad. Weet je, ik heb in de horeca gewerkt. Weet je, dus ben je in de dienstverlenende sector. Ik heb gewerkt. Hier in Suriname? In Suriname heb ik eventjes. Ik heb die opleiding gedaan bij Torarica om weter te worden. Dus in diezelfde periode voordat ik naar Nederland ging, dus toen ik elektro deed. Dus ik was bezig wel met de opleiding om kelner te worden. Ik heb het toen afgemaakt en toen moest ik naar Nederland. Dus ik heb niks bij Torarica uiteindelijk gedaan. Maar, hoe heet het? Nou ja, goed. Ik weet je, het contact met de mensen. Ik werkte ook bij een callcenter, dus je moest altijd goed met mensen omgaan en zo. En dat vond ik heel erg leuk. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus eindelijk gelijk met mensen. En eigenlijk wat jij net vertelde van natuur, dat heb ik dus niet. Ik vind het mooi om ernaar te kijken, maar ik heb niet het geduld om de foto's daar te maken. Weet je, want de natuur praat ook niet terug. Je hebt geen interactie. Weet je, tenzij die tijger achter je aan gaat rennen. Dat is wat anders. Maar Ja, oké. Dat is inderdaad nice. Maar ik heb het geduld gewoon niet ervoor. Dus zo is het begonnen. Oké. Okay. Ik ben op straat gegaan. Want het is nieuwjaar. Heb je toch? En die mensen mogen ook
hun familie of hun vriend geluk toewensen. Ja. Zo ga even kijken naar die beelden. Abo, aan regel. Paramaribo, Paramaribo, oh oh. Ik wens jullie heel veel geluk toe in het nieuwe jaar. En also Happy New Year! Happy New Year! Yeah! Paramaribo! Alsnog de beste wens in 2014. Check it, DJ Kid Sesso. Paramaribo, 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 look up New Year. Nieuwjaar toegewenst, Surinamers. Ja, Suriname, dit is Graciano. En ik wil zeggen, alsnog tik Ayari in deze 2014. Kracht en power. Hoe kom je aan die modellen toch? Nee. Rustig, Earl, rustig. Wie was je eerste model? Kan je dat nog herinneren? Ja, dus mijn eerste model. Dus wat ik je zei, het zijn niet echt modellen, maar gewone mensen. Maar mijn eerste, even goed denken hoor. Mijn allereerste shoot dat ik dus echt met lampen ging werken, ja, die kan ik kennen. Dat was Naomi, dat was een Surinaams meisje. Die ik van hier ook kende en die woonde in Holland. En dat was eigenlijk mijn eerste shoot. Toen ging ik dus experimenteren, gewoon met een lamp, gewoon een bureaulamp. Aha, en zo is het begonnen, heb ik wat doeken gehangen. En zo heb ik dus later ben ik wat vriendinnen gaan vragen. Ja, dat, En hoe kom je aan je modellen? Hoe kom ik aan mijn modellen? Eigenlijk kom ik niet aan mijn modellen, maar eigenlijk vinden mensen mij. Ik benader in principe niet echt mensen, eigenlijk nooit. Misschien hooguit als iemand echt, weet je, echt, misschien dat ik wat mee zou kunnen. Maar in principe, de meeste mensen die ik op de foto zet, die benaderen mij en die betalen ook altijd voor een fotoshoot. En zelf bijvoorbeeld het contact is gewoon goed, dan kan ik altijd vragen, we hebben leuk contact gehad, foto's waren leuk. Zullen we misschien een keer gaan oefenen en dan ga ik dus experimentele foto's maken. Maar eigenlijk, ja, de mensen vinden mij eigenlijk. Hoe behandel je zo'n model? Altijd met respect, dat is heel belangrijk. Je moet, eigenlijk zie ik het altijd zo, je moet mensen, andere mensen behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Dus je moet altijd, weet je, met respect omgaan, wees geïnteresseerd, stel vragen, zorg voor een goede sfeer tijdens de set. En als je gewoon, weet je, eigenlijk vind ik dat zelfs belangrijker dan die foto's. Ik heb liever als bijvoorbeeld, en misschien klinkt dat raar, dat iemand die bij me weggaat, die dan zegt, hey boy, die foto's zien er niet uit, maar als je het bent, spang. De gezelligheid, weet je, alles, de sfeer was goed. Dan dat ze zeggen van, hey, die foto's zijn mooi, maar normaal, een fotograaf die is nooit meer. Weet je, ik vind de sfeer eigenlijk gewoon veel belangrijker. En hoe krijg je een verlegen model? Dus Gail komt bij je, Gail is een verlegen type. Oh? Gail, kan je? Ja? Ik wil foto's maken, maar hoe krijg je ze los? Hoe krijg je zo iemand los? Nou ja, eigenlijk, kijk, mijn fotoshoots duren altijd over het algemeen 4 uren. En het is eigenlijk een proces. Kijk, het eerste uur merk je, weet je, de maan stijft, weet je, ze moeten nog wennen. Dus het eerste uur is mij nog een beetje stijf. Tweede uur komt mij een beetje los.
En derde uur krijgt men de smaak te pakken. En de vierde uur is met bij wijze van spreken niet meer te stoppen. En hoe krijgen ze los? Door gewoon, dus door de tijdspannen, maar ook gewoon om de mensen gewoon op hun gemak te stellen. Weet je, niet te moeilijk te doen. Ik bouw de shoot ook echt op. Ik ga niet gelijk de moeilijkste poses doen van ik ga op je hoofd staan of zo. Maar je begint gewoon rustig. Dus gewoon, weet je, je bouwt allemaal op. En zo krijg je. Dus als je gewoon zorgt voor een goede sfeer, kan je van iedereen mooie foto's maken. En Raoul moet tegen je eerlijk. Ah, nu komt het. Daarom heb ik gezegd, Raoul moet op mijn bank komen. Okay. Toen ik dat stukje las van naakte foto's. Hoe krijg je zo'n een model, ja, zover? Laat me dan gelijk de verhalen of misschien of dingen uit de wereld helpen. Ik krijg mensen niet zover. Mensen vragen me echt zelf van, hey, ik heb wat foto's van je gezien en ik zou het heel graag zelf willen. En je zou je verbazen eigenlijk hoeveel mensen eigenlijk naakt gaan. Hè? Mm. Ik denk dat misschien 1 op de 3, 4 mensen die bij me op de fotoshoot komt, die wil blote foto's. En de grap is, weet je, wat mensen dan vaak zeggen van, hey, hoe maak ik de foto? Maar je moet niemand wijzen hoor. Dus dat heb je vaak. Maar de meeste mensen zijn er gewoon oké mee. En weet je, kijk, het verschil is tussen mijn naaktfoto's en misschien de naaktfoto's van een andere fotograaf, is dat bij de meeste naaktfoto's die ik maak, zie je niks. Je ziet wel dat iemand naakt is. Maar je ziet geen, weet je, geen edele delen. Dus het is gewoon artistiek, weet je, gewoon, gewoon keurig naakt. Dus, dus dat. Je hebt hier je eyes, snap je? Je moet het om modellen. Nee, je moet het om de goede reden doen. Je moet het om de goede reden. Nee, maar. Kijk, ik ben voorbeeld zo misschien paniekerig. Maar wat gaat er in je om? Kijk, eigenlijk misschien heel beginnend. Ja, ik ben heel eerlijk. En je bent man. Ja, ik ben man. Ik weet dat ik man ben. En kijk, in het begin, misschien de allereerste shoes, weet je, daar dacht je van, weet je dit. Maar dus eigenlijk heb ik het al heel snel losgelaten. Want kijk, ik vind, ik ga altijd voor een mooie foto. En op een gegeven moment zie ik het niet meer. Kijk, als je dus iemand bloot rondloopt, dan denk ik, oké, dus ik ga voor het product. En ik heb het eigenlijk altijd gehad hoor. Dus bijvoorbeeld als iemand naakt rondliep, deed het me niks. Maar ook Kotak, weet je, een meisje heeft een mooie shirt aan, weet je, met dingen. Dat vind ik bijvoorbeeld al veel spannender, dan als een meisje naakt voor me zou staan. Oh. Dus ja. Dus dat hier. Maar goed, in ieder geval als man, nee, ik ga voor professionaliteit. En weet je wat het is? Kijk, een goede naam, dat duurt jaren om op te bouwen en je hebt het zo eigenlijk verpest. Ik heb gemerkt dat je met is het een fotoalbum of is het een boek? Ja, het is een boek gewoon met mijn eigen foto's. Zal ik je wat wijzen? En dan kan je ook zien dat ik eigenlijk verschillende soorten foto's maak. Kijk, ik heb hier portretten. Maar ik doe bijvoorbeeld, hier zie je dan wat bloots met zwangerschap. Hey. Wacht, laat me een beetje doorbladeren. Zie je dus ook wat portretten? En misschien wat bloots. Maar ik doe niet alleen zulke dingen, ik doe bijvoorbeeld ook bruiloften. Okay. Weet je, dus ik kan ook bruidsfoto's maken. Dit zijn trouwens mensen in Suriname, misschien herken je ze. Ja. En, maar naast bruidsfoto's, doe ik ook kinderen. Alright, thanks. Ja. Dus, wow. Ja, dus dat soort foto's maak ik eigenlijk. Dus gewoon verschillende soorten foto's. Maar je wordt gehaald helemaal uit Nederland? Soms gebeurt dat. Maar je hebt je foto's goed gezien toch? Want ik zie dat je een mooie bril. Ja, dankjewel. Weet je wat dat is? Ik ben ook vergeten dat aan te halen. Ja. Want iedereen vindt mijn bril mooi. Ja. En het is van Optiek Ninon, anders gaan die dames boos worden op me daar bij Optiek Ninon. Ja. Alleen enige persoon die het niet mooi vindt is Sharon. Oh. Ja, vind ik wel, maar de rest, iedereen, is ja, gewoon jaloers op die bril. Dus dat, misschien is dat het. Raoul, waarom tekenen die modellen, moeten die modellen van jou een contract tekenen? Nou ja, het is natuurlijk een stukje bescherming voor beide partijen. Eigenlijk voor mezelf en voor de modellen. Kijk, ze willen natuurlijk niet dat er rare dingen met die foto's gebeuren. Weet je, dus bijvoorbeeld Kotak make foto's en opeens zien ze een billboard, terwijl dat niet afgesproken was. En ook hetzelfde, de andere kant. Als ik foto's van ze heb gemaakt, dat ze niet opeens ergens op een flyer gaan staan. Dus eigenlijk gewoon bescherming van beide partijen. En zeker ook als je bijvoorbeeld wat gewaagdere foto's maakt, dan is het natuurlijk fijn voor het model om te weten van, hey, ik kan die man vertrouwen, we hebben wat getekend, dus als het misgaat, kan in ieder geval erop terugvallen. Dus dus vandaar. Ja. Mm. Dan ga ik een beetje vrijpostig. Hey, mooi. Ja, toch? Het mag toch? Ja, oké. Volgende vraag. Regel. Huh? Oké. Wat doe je als een van die modellen? Mm-hmm. Toch? Je weet, vrouwen. Je bent man, een vrouw. Ja. Toch? Je benadert voor seksuele handelingen. Oké. Een rem. Dat is naar de vriend.
Ik ga drinken en ik ga palm. Ik ga heren tori, ik ga klaar. Ik ga Daar. Ik ben zo'n probleem. Papa keuren, wat ik pijn en monterala tori. Geen papira, dat is koud hoor. Ik ga verzeker het boys, ja. Dan heb ik niet de man die zei moet doen. Even tappen mijn keur, mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan je keur dappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sert, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat nummer 11 tot en met 13. Telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage Evert. Evert, ano wandering. Bapa bol, hinya. Trutru keuring. Verder nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, Michi, u mag drinken, want die zien al op tineren kan drinken en alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na 7-0. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. 7-0. Gear Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaarmateriaal, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar. Hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaul kits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Gear Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Gear Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859. 551860. There are real men who use real protection. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom located at Van het Hoogruisstraat 9-11.
Ai, seksuele aandringen. Ja. Nou kijk, eigenlijk maak ik het niet echt mee. Misschien heeft het met mijn buik te maken. Nee, kijk, wat je eigenlijk, waar ik denk dat het mee te maken heeft, is ik profileer me heel erg naar buiten dat ik gewoon, een vrouw heb natuurlijk, waar ik heel gelukkig mee ben. En ik denk dat niemand het, weet je, en ook wat, dus dat is het deels, dus dat ik dus met mijn vrouw bezig ben, dat ze zien van, hey, je hebt een partner, ik heb nu een kindje, weet je. En wat ook belangrijk is dat je eigenlijk tijdens een fotoshoot, ik altijd, weet alle tijden gewoon professionaliteit uitstraal, weet je, dat je geen eigenlijk, als het moment, laten we zeggen, ik merk van, hey, het gaat de verkeerde kant, dan dat ik gelijk, weet je, afstand houden en me eigenlijk daarin niet laten verleiden. Weet je, want dat ik zeg, kijk, je weet nooit of iemand misschien kwade bedoelingen heeft. Dat kan natuurlijk. Of dat iemand, je weet niet. Je weet in ieder geval niet wat hieruit kan leiden. En een goede naam vind ik veel belangrijker dan dat er rare dingen gebeuren. Maar wat als iemand dat doet? Wat ga je doen? Op een correcte manier. Spannend hoor. Maakt niet uit. Op een correcte manier gewoon netjes afwijzen. Dus gewoon zeggen van, hey, hier ben ik, weet je, daar ben ik niet van. En even anders spier ik mijn buik meer dan. Oké, dus dat kan. Dat doe ik het weer naar binnen. dus dat. Hey, maar we hadden net over, je had me vragen gesteld. Ja, ik had je een vraag gesteld. Ja. Krasie, ja. Naar de nacht. Ja, dus dat. Dat van als die mensen je laten halen. Ja, dus ja. Kijk, over het algemeen kom ik gewoon zelf en dan doe ik mijn ding. Maar omdat ik, hoe noem je dat, soms willen, kijk dan kom ik maar, ik kom gemiddeld contact 2 keer per jaar kom ik. Maar soms willen ze een bepaalde periode dat ik er niet ben, willen ze ook foto's hebben. Dan zijn er dus mensen, ja dan zijn er inderdaad bedrijven die me dan eventueel de ticket toesturen. En me dan laten halen. Gebeurt. Wat kost zo een fotoshoot? Een gewone fotoshoot bij mij, tenminste in Nederland, kost op dit moment €125. En in Suriname zat ik... Nee, voor een hele fotoshoot. En in Suriname zat ik vorig jaar nog rond de 575 SRD, vroeg ik voor een fotoshoot. 575 SRD. Dat is niet zoveel. Voor 4 uurtjes zeker weten niet. Hoeveel foto's haal je uit een fotoshoot? Ik maak minimaal 200 foto's en die mensen krijgen alle foto's mee. Ik geef ook gewoon alle foto's, omdat deels, weet je, minashing. Ik bedoel, als er slechte tussen zitten, nou ja, het zal wel. Maar voor mij is de uitdaging om sowieso alleen maar goede foto's te maken. Maar los daarvan, wie ben ik om een selectie te gaan maken? Kijk, wat ik vaak merk als mensen dan foto's nabestellen, dan zie ik wel eens foto's dat ik denk van, hé, waarom deze? Weet je, dus, maar stel voor me dat ik deze had gedelete, of had ik niet aan die persoon te geven. Aha. Weet je, want mensen kijken altijd anders naar zichzelf dan wij naar hun. Dus daarom zeg ik van, hey, jullie krijgen gewoon alle foto's en uiteindelijk is de keuze aan jou wat je eventueel wil gebruiken of laten afdrukken. Oké. Ja, we hadden het daarnet over je vriendin, toch? Toen ik heb gezegd, wacht even. Is het nog steeds dezelfde vriendin? Nee, het is niet dezelfde vriendin. In de tussentijd heb ik, dus naast die vriendin, dus weet je, die ene die mijn hoofd bruja maakte met de Olympiade. Toen ben ik dus naar Holland gegaan en daar heb ik ook nog een vriendin gegaan, ook een Surinaams meisje. En op een gegeven moment lukte dat niet. En toen heb ik dus mijn huidige partner leren kennen. En dat is dus nu een nieuwe partner. En, waar ik, en hoe gaat ze om met dat werk van jou? Je ziet naakte vrouwen, staat ze erbij? Ja, nou sterker nog, ze vinden het juist leuk. En niet te gaan denken van, hé, dadelijk is ze bi of zo. Nee, helemaal niet. Nee, maar je weet wat er aan de hand is. Uh-huh. Ik denk, ik meld het even. Nee, ze vinden het gewoon mooi. En het is wel een Nederlandse vrouw, maar daardoor ook gewoon een stuk ruimdenkende. Want ik heb de Surinaamse vriendin die ik ervoor had, die had bijvoorbeeld tegen me gezegd van, hé, weet je, toen ik pas begon met fotografie, ik wil niet dat je naaktfoto's maakt. Mm. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Want je krijgt wel die aanvragen. En dan is eigenlijk al een verkeerde basis van de relatie, omdat je toch, je krijgt die aanvragen. En je kan niet tegen een klant gaan zeggen, hé, mijn vrouw wil niet. Dus dan op een gegeven moment ga je toch die foto's maken. En dan is eigenlijk al de baan al verkeerd, omdat je dus eigenlijk er net over leugens. En dan ben je eigenlijk al een soort van het liegen. Terwijl de vriendin die ik nu heb, of de partner die ik nu heb, die... ik maakte al foto's. Dus, en ik maakte ook al wat blotere foto's. En het was take it or leave it. Weet je? En maar ze staat er heel erg open voor. En ze stimuleert het zelf. Maar kreeg je ook mannen als modellen die je naakt? Het gebeurt wel eens en ik heb er helemaal geen moeite mee. Hoor dat op je vrouw staan kijken. No. Geen commentaar.
Nee, maar het gebeurt wel eens. Wat minder. Kijk, weet je wat het is? Mannen, sowieso doen mannen minder snel een fotoshoot. Een man koopt liever met zijn geld, liever koopt hij aan mij 3 man bierie of zo, weet je. Dus, hoe noem je dat? Het gebeurt niet zo snel dat mannen een fotoshoot doen. En de kans dat iemand daar ook nog bloot gaat, een man, dat is gewoon vrij klein. Maar het gebeurt wel eens. Oké. Ik heb ook, ik heb gegoogeld en ik heb gehoord dat je moeilijk voor jou was om vrouwen te begrijpen. Je las boeken om ze te begrijpen. Hoe heb je deze vrouw kunnen begrijpen? Oké. Nou, het is niet helemaal correct. Het is niet dat ik vrouwen moeilijk begreep. Dat was het niet. Maar ik vond het wel leuk inderdaad in mijn jeugd. Las ik inderdaad wel eens wat boeken. In de zin van... Weet je dat? Maar ik denk ze verkeerd van. Maar goed, maakt niet uit. Hoe dit papa bang stelt, dus ik vertel het gewoon. Hier mag alles. Dus dat. Dus ik heb wel eens een keer een boeketreeks gelezen. Of een, ja, ik weet, is fout. Hey, maar ik kreeg die meisjes wel. No. Hoeveel heb je gehad? Daar doe ik geen uitspraken over. Of camera wil ik wel vertellen. Camera even. No. Ja. Nee, maar hoe noem je dat? Dus weet je, ook bijvoorbeeld de Tina of zo. Maar dan begreep je gewoon vrouw wat makkelijker. En dat heeft gemaakt dus dat ik, nou ja, wat makkelijker. En je vraagt, ja, hoe deze vrouw begreep. Nou ja, goed. De klik was er gewoon en het zat gewoon goed. En jullie hebben kinderen? Ja, we hebben 1 kindje, waarvan ik weet. Je stel die Anna een kindje. Wat zou je bedoelen? Heer die met je mooie foto, je maakt me gewoon, ze willen direct met iemand. Ik heb maar mooie foto's. Dankjewel. Waarom, ik heb ook gelezen, hè? Mm-hmm. Waarom ben je Chinees gaan leren praten? Nee, schrik je, hè? Ik ben mezelf ook aan de informatie. Oké. Waarom ben je Chinees gaan leren praten? Waar dikje? Ben je dikkie boy? Maar goed. En nu bloost hij. I see it, see it. I know. Ja, kijk. Hey, saai. Laat me slok drinken. Ik heb een... Hoe noem je dat? Ik heb een Chinese vriend gehad, weet je, Mamati. En toen keek ik altijd naar die vrouwen. En op een gegeven moment, dan kan je gaan zeggen van, hey, kijk die vrouw daar met die blauwe, met dat blauwe shirt. Maar op een gegeven moment dacht ik van, hey, we moeten een codetaal gaan praten, want anders horen die vrouwen, horen die mensen ons. En toen heeft hij me dus, het was een Chinese vriend, heeft hij me die woorden geleerd van, hey, dit is blauw, dit is een meisje, dit is, weet je, en zo heb ik het eigenlijk geleerd. En ik heb eigenlijk altijd wel een liefde, weet je, voor talen gehad. Misschien door mijn moeder, omdat ze Spaans geeft, maar ik... Toen ik in de callcenter werkte, zoals nog voordat ik aan fotografie deed, ging ik altijd aan mensen vragen, weet je, want je had verschillende soorten bevolkingsgroepen. Dus je had mensen uit, laten we zeggen, Joegoslavië of andere landen. Vond ik het altijd leuk om, weet je, de standaard woorden of de standaard dingen, bijvoorbeeld zoals ik hou van je of weet ik veel of tellen. En dat dus ik, eigenlijk ook andere talen, dus ook in het Hindoestaans en andere talen, vind ik het leuk om, nou ja, om dat te spreken. Oké, we komen straks terug. Ah, bon. En het alles gebeurt in... Raoul, we zijn terug. Hi. En dan ga ik even weer naar die foto's. Want je hebt een nieuwe DVD uitgebracht. Mm-hmm. Met alleen maar naakte foto's. Ja. Vertel ons een beetje daarover. Je loopt best aan. Hi. Nee, het is een DVD over naaktfotografie in de studio. In samenwerking met bladzoom.nl. En kijk, er zijn veel fotografen die bijvoorbeeld willen beginnen met fotografie. Ook misschien met naaktfotografie. Dan vragen ze af, ja, hoe moet ik beginnen? Hoe krijg ik mijn modellen? Hoe zet ik mijn lampen? Hoe begeleid ik de modellen en zo? En daarom hebben we besloten om daar een DVD over uit te brengen. En dat zie je dus in de DVD. En dan zijn we dus met die modellen bezig. En nou ja, het mooie is, er zit ook een Surinaams meisje erin. Dus ja, dus dat. Dus het is een mooie, hoe noem je dat? Een mooie DVD, een mooie weergave van hoe je als beginnende fotograaf met naaktfotografie kan beginnen. Oh, dan moet ik het kopen. Het is in Nederland te koop voor €7,50. Dat is allemaal no diri. En maar ik ook een kopie voor je, bro. Ja. Ja, ja, ja. Maar wat voor soort vrouwen heb je in die DVD? Op die DVD's? Surinaamse vrouwen? Nee, er is 1 Surinaamse. Ja, dus er zijn twee modellen die poseren. Eén is van Surinaamse afkomst. Aha. En die andere die is van Egyptische afkomst. Oh, ja. Een curieuze vrouw. Die Egyptische? Surinaamse. Oh, die Surinaamse, nee. Het is half Hindoestaans, half... Surinaamse? Ja, tja. Tja! Heb je geen problemen gehad? Nog niet. Familie? Nog niet.
Misschien hierna wel, maar... Want je hebt dat verhaal van Scrappy gehoord. Aight, ja, dus die, met die 10 koeien en die zundap. Mm. Ja. No, nee, maar nee, nog niet. Maar ze is half, half Indusaans, half Javaans geloof ik. Ze is een half bloedje. Maar ze heeft een man? Ja, een... niet Nederlands, wel een blanke man. Van een van die andere landen. Blanke, ja, blanke. Die zijn wat... ja. Dus dat die. Dus dat die. Ja. Maar toch, toch krijg ik ook wel eens mensen die bloot gaan. Ik heb, sterker nog, ik heb een mooi verhaal voor die, van die ene of dat andere meisje. Die had eerst, ze is nu niet meer met de jongen, maar ze was met de jongen. Die jongen heeft me benaderd van, hey Raoul, ik heb een vriendin. Ik wil heel graag dat ze foto's in lingerie en wat blotere foto's maken. Ze heeft een mailtje gestuurd met foto's van haar en ik wil heel graag. Dus ik vertrouwde die aanvraag al niet, want ik dacht van, hey, wat raar dat een man me mailt. Van, ik wil, weet je, ik wil dat ze model, naakmodel wordt. En zo had hij me gemaild. Dus... het gebeurt, sommige mannen zijn wat ruimdenkender. Heb je mannen gehad, vriendjes gehad, die het nu wisten en later erachter zijn gekomen? Nee, volgens mij niet naakt. Wel bijvoorbeeld dat misschien, maar dat merk je vooral in Suriname, dat iemand misschien een fotoshoot bij mij heeft gedaan. Mm. Weet je, zoiets. Maar nee, nee, eigenlijk niet. Maar misschien heb ik het geluk dat ik misschien mijn naam mee heb. Dat als ze weten van dat het bij mij is geweest, dan zijn ze een beetje oké mee. Nee, ik kan me niet zo 1, 2, 3 herinneren dat ik echt, weet je, dat kwam aan, ik kon zoeken van, hé, wat heb je gedaan met mijn vrouw en zo. No, eigenlijk nooit. Oké, Raoul. Ja. We gaan afsluiten, maar ik heb een laatste vraag. Ai. Is naakt foto's maken jouw favoriet? Nee, het is niet mijn favoriet. Het is ook niet, kijk, mensen denken dat ik alleen maar naaktfoto's maak. Integendeel, het is misschien maar 10% van wat ik dagelijks maak. Maar alleen dat valt op natuurlijk, hè. Weet je, als Kotak, als je heel veel goede dingen in je leven doet en je doet één slecht ding, wat blijft hangen? Ja, als slechte Sani. Dus, nee, het is niet mijn favoriete bezigheid. Het is wel zo dat ik vind dat mensen gewoon minder preuts moeten zijn. Want je kan gewoon hele mooie dingen doen met naaktfotografie. En met kleding kan vaak afleiden. Weet je, bijvoorbeeld als je hebt een hele mooie pose of je wilt iets doen en je kan met belichting. Dan kan kleding soms een averechts, nou niet averechts, maar het kan de foto wat minder maken. En dan zit het bijvoorbeeld met wat bloters of met lingerie, dat het gewoon net wat mooier is. Maar het is niet mijn favoriete bezigheid. Mijn favoriete bezigheid is gewoon met mensen bezig zijn en mensen fotograferen. Oké, dan heb ik toch nog een laatste vraag. Ja. Heb je ook een droom? Want mijn droom bijvoorbeeld, mijn droom. Ja? Deze Kia. Echt. Ai, allemaal span hoor. Ai. Span. Ai. Ik zie me al erin rijden. Ja man. Met wat? Met de vrouw naast? Of, alleen. Zou je dan anders ga ik te veel moeten schoonmaken? Oh nee. Ik wil hem niet veel maken. Oké. Okay. Maar heb jij ook een droom? Heb ik een droom? Een droom zou zijn om bijvoorbeeld wat te doen met meer richting internationaal te gaan. Kijk, want ik doe eigenlijk al dingen in Suriname. Ik doe dingen op Curaçao, ik doe dingen in Nederland, maar ik zou bijvoorbeeld meer richting willen gaan qua fotografie dan, hè? Want als ik een fotografische droom bekijk, dan zou ik bijvoorbeeld misschien in Frankrijk, Parijs, weet je, fashion, echte fashion shoots, of ik zou echt gewoon, weet je, van groot, dat ik eigenlijk op een gegeven moment kan kiezen welke opdracht ik wel en niet, hoe je dat niet moet doen. Kijk, ik zeg niet dat ik nu alle opdrachten moet doen, maar nu moet je, weet je, want in Myang, dus dan ga je in principe de meeste opdrachten wel aan, maar dat ik echt kan zeggen van, hé, weet je, deze opdracht kan ik bijvoorbeeld liever aan een andere fotograaf die gewoon goed is, doorschuiven. En dan kan ik bijvoorbeeld me focussen op alleen de dingen die ik graag wil fotograferen. Oké. Okay. Ja. Ik hoop dat je droom in vervulling gaat. Dank je wel. En die van jou ik ook. Ik moet gewoon sparen. Ik moet gewoon sparen. Maar ik zeg liever een nieuwe auto hoor. Als ik dat geld had, ben bij hen direct. Liever een nieuwe auto, dan heb je jaren geen problemen. Dus dat. Ja toch, die dus tweedehands, dan gaat je, ja, duurder kosten. Ja. Maar we gaan het afsluiten. Taboe. Raoul? Ja? Ik zie dat Verouska al klaar staat met die tas van lof en kisses. Ja. En ik weet dat een heleboel gasten echt komen zitten om die geschenken. Ja, oh, echt waar? Ja! Weet je hoeveel keren ze me aanvallen? Mm-hmm. Ik ga beginnen met mijn hoofdsponsor en dat is Telesuur. Ja. Staan. Je krijgt 50 SRD beltegoed. Ja man, netjes. Netjes, ja. Thank you. Ja, wees die mensen even hoor. Wees kijk. Even dat je het hebt gehad. Ai man, ja man. Soms willen ze niet geloven. Ai man, is echt. Oké, okay, is echt toch? Is echt, ja. En dan kan je bellen hier in Suriname. En ook in het buitenland. Thank you. Van ProTrade, dat is die bank waarop we nu zitten. Ja. Krijg je een waardebon van $100. Dus je kan daar gaan shoppen. Ja, er zijn een heleboel mooie spullen daar. Netjes man. Ja. Ai man. Ja man, hey, look at you man. Nou, give me. Niet voor jou, voor mij. Mm-hmm.
Ja man, ishi. Hi. Even wat op een bank stel. Hey. Juist ja. Krijg je dit nog uit. Hey, ja man. En dit is geprint door iPrint. Ja man. Ze staan aan de Kostenstraat, nummer 65. Mooi man. Hey, ja man, mooi. Ja man, dus als je iets moet printen, kan je altijd daar. Zeker, zeker. Hey, ja man, mooi man. Ja. Kijk, zie je hey. Lijst kan op een bank stellen. Dat eigenlijk. Nee, het is, hij zei, zit goed, ik moet hem altijd aandoen. Ja, ai, je moet mooi. Altijd aandoen. Ja, op het moment dat je gaat filmen of gaat fotograferen, ai. Je gaat eruit zien. Ja, dus, ja. Dus dat. Ja. Hier en in het buitenland. Ja, zeker. En van Trans-American krijg je deze heerlijke Cerisere Way. Ai man, thank you. En ja, van man, Love lekker. And Kisses Sae. Krijg je een parfum. Ja, hey. Ja. Oké, okay, man. Ja. Netjes, dus netjes. Dit alles. Ai man. Die tas weer doen. Ja, netjes man. Ik ga het lekker afsluiten, maar ik denk. Maar wacht. Ik heb ook iets voor jou eigenlijk. Serieus? Ai. Want ik vind het is tweerichtingsverkeer. Ik moet niet alleen maar ontvangen. Wow. Maar ik moet ook. Ja, hé. Hey. Ja. Ik heb. Kijk, ik heb wat lekkers voor je meegenomen uit Holland. Wow. Kijk. Wat kruidnoten. Ja, want, ja precies. En ook een chocola. Ja. Want we moeten in vorm blijven. En rond is ook een vorm. Ja. Is dat, okay. En, om je een beetje te verrassen. Kijk. Ik weet niet of je dit nog kan herinneren. Wauw. Oké, ik krijg kip. Weet je hoe lang naar deze foto zoek? Dit is echt een verrassing. Ai, wacht, er zijn twee. Dit is hetzelfde. Simpel. Ai, en hier nog. Kan je het nog herinneren? Ah. Wauw, dit is nice. Dit is een verrassing. Dit is echt een verrassing. Ja. Die koekjes ook. Ja, dit is blijvend, hè? Ai, dit is dat op. Ja. Maar dit is echt blijvend. Dit ga ik echt hangen op in mijn kantoor. Aboom. En thuis in mijn slaapkamer. Aan regel. Dit geeft je meer spirit om door te gaan. Ja. Dankjewel, Raoul. Ja, Aboom. Ik heb graag gedaan. Ai, graag gedaan. Ik hoop dat die andere gasten. Hey, sorry, er andere gasten. Het voorbeeld van Raoul nemen, dit jaar 2014. Maar Raoul, ik heb nog een verrassing voor jou. Okay. Want jij houdt van pindasoep. Ay, dat klopt. En soulfood. Ja. Oh, sang. Ja. Ay, man. Ja. Kijk, hou een jammer. Jij bent even. Zonder tom-tom, hè? Ja, ik ben zonder tom-tom. Oh, oké. Okay. Thank you. Thank you. Dank je. No, dit. Ja, van wat poting. Ay. Ja, ik ben nog steeds onder de indruk van die foto's. Alright, thank you. Wacht, ik doe eens zo. Dit is van Soulfood, hè? Lekkere soep. Ze hebben niet alleen maar soep daar, maar een heleboel andere dingen. Surinaamse gerechten. Ja, ja laat maar even voor die mensen zetten dat ze het zien. Kijk erin, ja. Kom maar, Michel. Raoul, je mag alvast beginnen te happen. Ik Abu? Ga in die camera afsluiten. Aan regel, ik ga genieten. Ai. Dat was het voor deze keer. Raoul Nijhorst. Een van onze beste fotografen in binnen- en buitenland. Raoul, wijs even je paspoort dat je dat Wacht even. Daarom ben ik zo trots op. Luko, jullie geloven me niet. Luko, een paspoort. Samen dit. Luko, we zijn nou een echte Stranamang. Geboren en getogen, Jazo. Mikumba T. Beert, Jazo. Jullie zien het? Ik ben gewoon een echte Stranamang. Maar je woont in Nederland, hè? Ik woon wel in Nederland. Ja. Ik ben gegaan voor mijn studie en ik ben blijven hangen nu. Maar ik wil heel graag terugkomen. En hij heeft zijn paspoort niet opgegeven. Nee. Hij doet het onder de Surinaamse vlag. Precies. Dus een heleboel kunnen het voorbeeld van deze Ruel. Raoul. Even kijken of je alert bent. Oké. Ja. Raoul Nijhorst. Ja. Toch? Nee, man. Ik ben trots op hem. Wij moeten ook trots op hem zijn. Power om. En ik heb het op Facebook geplaatst. Direct was mijn begin. Mag ik het nummer van hem? Raoul, je mag het nummer, contactnummer even doorgeven. Want die mensen willen je bellen. Die mensen willen fotoshoots. Oké. Okay. Je kan me gewoon 10% geven. Nou, mijn nummer is 075-28-987. Ja, ja, dus ik kan bellen. Ja, dan kan je bellen en bestellen. En we gaan het lekker afsluiten. Aboom. Je kijkt dat de papa bank stelt, toch? Zeker. In die middelste camera gaan we het afsluiten. Oké. Okay. Ben je ready? Ik ben ready. Ik kan hem niet helemaal, maar. Ja, maar je kan je helpen. Oké, aan regel. Dan ga je door. Nee, ik wil juist beginnen dan. Oké, begin je. Oké, ik begin. Okay. Ja. 1, 2, 3. Tet, 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 tet. Tan, tan, ten, 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 ten. Te. Ja, ababu, ababu. Ja, oké. Okay. Ja, man. Ai.
Ik was altijd klein. Klein in de zin magertjes, slank. Droog. Slank gespierd. Accommodeur in de eerste van de tweede set. De mij op ons aan de tak toe. Voor een gevecht mag je niet seksen. Heb je het niet gemaakt? Ik heb... Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaul kits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weer Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en seal skids, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weer Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.